We spreken met Roderick Titsen, voorzitter van de badmintonvereniging Op Dreef, of de badmintonclub. En die bestaat dit jaar 30 jaar, nou een hele tijd. Het is een jubileumjaar, dus ik neem aan dat er heel wat festiviteiten georganiseerd zijn. En zo ja, welke? Ja, er is een jubileumcommissie opgericht. En die hebben over heel 2019 diverse activiteiten georganiseerd. Een paar toernooitjes, we hebben nog een eindactiviteit en een feestavond. Oh, leuk. En de club, uit hoeveel leden bestaat die ongeveer? Op dit moment hebben we omstreeks 55 leden. We hebben nog ruimte. En hoe moet ik het ledenbestand zien? Een mengelmoes van leeftijden? Ja, we hebben hier echt een mengelmoes. Jong, oud, verschillende niveaus. Oud-competitiespelers, beginners. En de kracht van onze club is dat alles altijd samen speelt. Want jullie zijn echt een recreantenclub, heb ik begrepen, of niet? Ja, klopt. Wij zijn ook niet ingeschreven bij de bond. Wij spelen geen competitie, geen toernooi. Het is gewoon echt voor de recreatie op de maandagavond en donderdagavond. En wat maakt badminton nou zo leuk? Nou, het is een hele open, makkelijke sport. Eigenlijk kan iedereen de sport beoefenen. Met een racket en een paar goede schoenen kun je hier al terecht. Is het erg blessuregevoelig? Dat komt wel eens voor, ja. Zaalsport, dus er komen wel eens blessures voor. Maar zo fanatiek gaat het bij ons niet eraan toe. Hebben jullie ook nog iets van begeleiding? Of kun je nog een beetje een soort van les volgen? Of zijn er gewoon hele goeie die jou daar dan bij helpen als jij net begint? Ja, wij bieden ieder jaar een trainingscluster aan van 6 trainingen. Maar niks verplicht. Dus als er mensen aan mee willen doen, kunnen ze daar aan meedoen. Zijn daar geen inschrijvingen op, dan niet. Dan mogen ze gewoon lekker spelen. Maar wij verzorgen wel altijd een cluster door een ervaren oud-competitiespeler. Die alle techniek en tactiek uit kan leggen. Als mensen zich niet gelijk aan een vereniging willen binden, niet altijd kunnen, dan hebben wij daarvoor een strippenkaart. Die kost €45 en dan kun je 10 keer mee komen spelen in het seizoen. Wat zei je ook weer, de feestavond was wanneer? Die is 22 juni. Maar dan mogen we nog niet verklappen wat er gaat gebeuren, hè? Nee, dat is absoluut geheim.